Mijn naam is Zoute van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zoute's Weetjes. Eén keer per jaar staat het Belgische kuststadje Knokke in het teken van de auto's, van de automobielen, van de pure passie van autoliefhebbers. En er hoort ook een veiling bij. Eén keer per jaar dus, de Zoute Sale. Een veiling van Bonhams met prachtige automobielen. We lopen even een rondje door alle auto's die dit jaar, 2021 editie, worden aangeboden. En laten we even beginnen met deze Land Rover. Ja, u mag geen zeggen, niet die zeggen Defender, maar dit is een Series 1. Dat is ook een naam die niet klopt, want de Series 1 is later pas zo gedoopt omdat het de eerste serie was, omdat er meerdere edities zijn verschenen. Dit exemplaar is, ja, hier staat wel 1951, maar hij is uit 2019. Dit is een recreation, een opnieuw gebouwd exemplaar, maar dan volgens de waarde, in dit geval van 1951. Fantastisch, hè? En dan weet je dat die recreations, ja, dat is een levendige business. Bij Jaguar bouwen ze op dit moment een C-type. Bij Aston Martin hebben ze al recent, zeg maar, de auto van Goldfinger nagebouwd. Ze hebben zelfs een DB4 nagemaakt. Gewoon helemaal volgens de identieke kernwaarden van het oorspronkelijke model. Ja, een fonkelnieuwe Land Rover Series 1 dus, hè. Er staat hier een fraaie Facel Vega. Niet zoveel van gemaakt, maar kijk eens wat een schoonheid dat dit is. Mooi. Kijk, hij is niet overgerestaureerd. Hij ziet eruit alsof hij, ja, gewoon lekker gekoesterd is en dat hij gewoon zo van genoten is. Ja, daarachter een Citroën Sahara. Die beroemde auto stond er 2 jaar geleden ook, hè. Toen werd hij geveild voor even uit mijn hoofd, €95.000. Auto is toen samen met een aluminium Ferrari naar Nederland gekomen. Bijzonder aan dit model is, hij heeft zoals een eend dat betaamt, dat kleine motorblokje voorin. Maar in dit geval is het een vierwielaandrijver, niet door een extra as naar achteren toe te trekken. Nee, ze hebben hier achterin ook in die bagageruimte, die offer je dus op, hebben ze ook een motorblokje gelegd. Ja, dubbele tank heeft hij. Hij heeft zelfs 2 contactsleutels om beide motoren tot leven te wekken. Ja, van een totaal ander kaliber, maar wel hetzelfde merk is dus deze Citroën SM. Heel bijzonder exemplaar. Hij is ontworpen door Opron. En wie is de eerste eigenaar van deze Citroën SM? Dat is die Opron geweest. Ja, dat is toch gaaf, hè? Dat je de auto koopt of kan kopen die ooit in het bezit was van de designer van de auto. Ja, bijzonder. En weet je wat dan leuk is? Die Opron, die heeft hem uiteindelijk verkocht aan de familie Peugeot, Jean Peugeot. Dus ja, Peugeot was later, nog steeds eigenlijk, de eigenaar van Citroën. Dus ja, dat is toch wel een mooi stukje historie wat eraan vastzit. Ook bijzonder, hè? Ik heb van Bonhams begrepen dat hij in bezit is van een Nederlander, die beruchte Alfa SZ. Also known as het monster, Il Monstro. Ja, wat een bizarre creatie is en blijft dit toch, hè? We hebben het over jaren 90, begin jaren 90 dat die is uitgebracht. En dan vandaag de dag is nog steeds een opzienbarende creatie. De Sprint Zagato, van de hand van Zagato dus, hè? Een designhuis uit Italië. Zijn er iets meer dan 1000 van geproduceerd. Later is er ook nog een open variant gekomen, de RZ, de Roadster Zagato. Onder de motorkap, hij was grotendeels gebaseerd op de Alfa 75, 8-wielaandrijving, V6 motor erin, 3 liter. Als je nou een 3,5 liter V6 tegenkomt, dat kan. Die is nooit gebouwd door Alfa Romeo zelf, maar door de Nederlandse Alfa dealer Savali. Helaas is Sam Verlingen onlangs overleden, helaas. Maar prachtig, hè? Wat een opzienbarende verschijning is en blijft dat toch, hè? Aston Martin DB4 met die mooie ronde lichtunits. Let ook even op die vorm van die grill, hè. Ja, zo zien we die vandaag de dag nog steeds. Een handelskenmerk van Aston Martin. En je ziet ook die naam, hè, DB4 in dit geval. Hier staat overigens soepeleggera, dat betekent lichtgewicht. Die naam wordt tegenwoordig ook nog steeds gebruikt, hè, op een DBS. Zo werd die DBS althans geïntroduceerd. Maar die naam DB4, die staat voor David Brown. En die aanduiding, die wordt nog steeds gebruikt, hè? Want we hebben een DBS, we hebben een DBX, we hebben een DB11. Maar die naam die zal niet lang meer worden gebruikt. Aston Martin, ja, nu is een van de aandeelhouders is Daimler uit Duitsland. En die zeggen van, we gaan eens kijken hoe we die namen in de toekomst zullen vormgeven. Dus die aanduiding DB Ja, dat is op de huidige DBX, dat was dan de laatste die geïntroduceerd is. Waarschijnlijk ook de laatste met die DB aanduiding. Hier nog een Facel Vega. We hebben net al de convertible gezien. Hier staat hij in die fraaie coupé-lijn. Prachtig, hè? Ja, dat zijn ook auto's met details, hè? Met historie, met mooie elementen. Let ook even op die achterlichtunits. Heb ik ook nog nooit eerder gezien. Maar die zit mooi een V in. Kijk eens. Prachtig detail, hè? Ja, helaas. Tegenwoordig kan het allemaal niet meer vanwege regelgeving. Ja. En als je dan die lijn ziet van die auto, ja, zit ook hier een lijn in. Maserati Sebring, zo even spieken. Dit is een Series 2 coupé uit 1966. Mooi, hè? Die namen van Maserati ook. Er staan hier verschillende Maseratis in deze, tijdens deze Bonhams Zoute Sale te koop, worden aangeboden. En die namen van Maseratis, altijd mooi. Sebring, meerdere malen gebruikt. En als je dan omdraait, let even op dat interieur. Let even op dat interieur, dat is mooi, hè? Dat is een Ferrari Testarossa. Nou, wie kent hem niet? Maar kijk even achter die stoelen met een originele tassenset van Ferrari. Prijskaartje destijds, ik zou het niet weten. Tegenwoordig betaal je er ongeveer 8000 euro voor een nieuwe set op een nieuwe Ferrari. Ja, dit blijft ook een legendarisch model, hè? Ja. Dit was zo'n auto in de jaren 80, die had je samen met de Countach of met een F40 had je die boven je bed hangen als poster zijn. En wie kent hem niet natuurlijk van die legendarische serie Miami Vice. Hier nog een Ferrari. Laten we eerst even, kijken. Even, brengen we alleen even in beeld. Mercedes 190 SL, ook zo'n fraai exemplaar. Porsche 964 daarnaast. Was de eerste generatie 911. Codenaam was een 964, want ze heten allemaal 911. Dat is in principe de derde generatie 911. Dat was de eerste met vierwielaandrijving. De auto bestaat ook als cabriolet, als targa. En dit is ook een hele bijzondere roadster. De BMW Z1. Exact 8000 stuks van vervaardigd. Met die unieke deurconstructie. Die deuren die verdwijnen zo hup in die dorpels. Kijk daarvoor even een eerdere aflevering van Sjoerd's Weetjes. Daar leggen we je uit wat er nou zo bijzonder is aan deze auto, wanneer die gebouwd is. Hij is in 1987 geïntroduceerd op de Autoshow in Frankfurt. Het was het eerste project binnen BMW onder een nieuwe vlag en dat heette BMW M-Techniek. Ja, daar gingen ze kijken naar de toekomst. Toekomst, een Duits woord is toekomst. Z van toekomst, ja oké, Z1. Project nummer 1 van toekomstige projecten. Die buitenkant, dat is allemaal van kunststofpanelen, die zijn uitwisselbaar. Dus je kunt van deze auto net zo goed een rode auto maken of een zwarte. Maar dan krijg je altijd de originele kleur, zie je altijd terug in die lichtunits. En dat is niet zo eenvoudig te vervangen. Maar daarover leg je alles uit in de eerdere aflevering van Sjoerd's Weetjes. Lopen we even naar die Ferrari, die ik al eerder aanstipte. De Ferrari Super America. Limited edition, 559 stuks van gemaakt met zijn bijzondere dakconstructie. Hij heeft een klapdak. Dat dak daar ligt hier gewoon achterop. Het is zeg maar een soort van coupé cabriolet, maar dit is het dak. Hij ligt dus niet verborgen onder een tonneaucover. Laat je hem zo buiten staan en het is herfstachtig, dan zul je hier allemaal blaadjes in terecht opvangen, zeg maar. Doe je hem dan dicht, dan klap je al dat troep in je interieur. Nou, moet je oppassen. Nou, het is in ieder geval zo, hij sluit als een waaier, opent als een waaier. Bijzonder exemplaar. Aan jullie kant op die B-stijl, daar staat als het goed is Super America. Aan mijn kant staat er Pininfarina, de ontwerper van de auto. Grappig dat ze daar verschil in hebben aangebracht. Dus dat ze het gebruiken, die B-pillar, om er twee aanduidingen op te plakken. En let ook even op, hè. Handgeschakelde versie. Normaal zie je deze alleen met een F1-bak. Het is een van de weinige exemplaren. Ik weet niet hoeveel er gemaakt zijn met een handbak. Maar het zijn echt onwijs weinig. Sowieso, hè, de oplage is heel laag. Het is niet zo'n erg geliefd liefhebbers-verzamelaarsobject, maar wel een hele bijzondere auto. Gebaseerd op een 575 M. Oh, Aston Martin. Vanquish Zagato. Die Vanquish Zagato had je in 4 varianten. Je had een coupé, je had een shooting brake. Dat is eigenlijk een rapide, vanwege zijn wielbasis, vanwege zijn achtertrein. Dan had je de Volante, dat is de open versie. Dit is ook een open versie, maar dit is een speedster. Een Volante is altijd een aanduiding voor een 4-persoons open Aston Martin. Maar dit is een 2-zitter. Kijk, je hebt hier weliswaar het gevoel dat je hier achterin kan zitten. Nou, vergeet het, er zitten geen gordels in. Dit is puur ruimte voor bagage. Dus hier kun je een tassenset neerzetten. Misschien wel maatgemaakte tassen set. En let dan ook even op die powerdomes, hè. En je ziet het al, hè. Hij heeft hier voor op die raamlijst heeft hij een carbon fiber strip. Je kunt er, ja, je hebt geen softtop. Dus je hebt ook niet dat mechanisme om die softtop vast te klikken. Nee, deze auto is gewoon permanent open. Oplagen van die Zagato's, Vanquish Zagato, de coupé, de shooting brake en de Volante, 99 exemplaren per lijn. Maar dan moet ik bijzeggen, officiële cijfers. Want wat Aston Martin bij ons doet, is pre-productieauto's gewoon weer opnieuw opbouwen en dan toch verkopen. Van dit exemplaar zijn er maar 28 vervaardigd. Prijskaartje toen 1,1 miljoen euro. Volgens mij, ik weet niet wat ze er nu voor denken te vangen. De richtprijs is 8,50, 1,2 miljoen. Dus ja, nieuwprijs was 1,1 miljoen euro destijds. En dan hier, hè, wat een Italiaans monster. We hadden het net over Alfa SZ, monster. Nou, is dit ook niet een monster? Hè? Technische basis in principe hetzelfde, hè? Alfa 75, Alfa 75. Dit is een raceversie. IMSA, heb ik mij laten vertellen. Ken hem overigens niet. Oud staat gewoon in Nederland, hè, bij een liefhebber die hem nu dus te koop aanbiedt. Maar IMSA, dat is een Amerikaanse raceklasse. 1990 staat erbij. En Larini, ja, dat is wel een hele bekende coureur. Nog een fraaie automobiel. Aston Martin. Ja, jammer dat we hier de grill niet kunnen laten zien, want hij heeft helemaal geen grill. Maar dit is een Aston Martin Virage Volante. Volante? Oké, achterbank, hè? Ik heb het net verteld bij de speedster. Dus dit is een vierzits model. Je hebt hem in korte wielbasis, in lange wielbasis. Even kijken, dit is een... Oh, 1993. 1993. Dit is het jaar dat eigenlijk Aston Martin weer een beetje uit het slop kroop. 1992 was echt absoluut een rampjaar. Toen werden er door Aston Martin, ik heb er een aparte video van gemaakt hoor. Door Aston Martin werden er minder auto's wereldwijd gebouwd dan dat onze Nederlandse dealer op dit moment gewoon jaarlijks verkoopt. Fraaie auto. Let ook even die koplamp even kijken naar die koplampunits. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Want ik heb gezien dat er nog een zo'n type staat, maar dan een Vantage. Aston Martin DBS. Kijk, hier heb je die vorm van die grill in een iets afwijkende stijl, maar hij zit er wel in. Deze knik in die grill, dat zie je gewoon hierin mooi verwerkt. Heel subtiel in dit geval. Aston Martin DBS, die naam die kennen we natuurlijk van de hedendaagse Aston Martins. Het is de derde maal dat die wordt gebruikt inmiddels. Dit was de allereerste. In het begin kwam die alleen met een 6-cilinder motor. Later kwam er dan ook nog een V8 bij. En weet je wat dan leuk is? Die ontwerper, die techneut van de motor, meneer Marek, die heet, als je naar zijn initiaal kijkt, TM. En TM was ook de codenaam voor de nieuwe generatie V6 motoren die Aston Martin in ontwikkeling had. Het was de bedoeling dat die dan volgend jaar op de markt zou komen. Nou, inmiddels is Daimler ingestapt bij Aston Martin. Die hebben gezegd van, ja, we gaan niet een motor ontwikkelen helemaal van begin af aan. We pakken gewoon een Mercedes blok, een AMG blok om precies te zijn. En die leperden dan in die nieuwe generatie Aston Martins. Maar die codenaam dus van die V6 motor die Aston Martin zelf wilde ontwikkelen, ja, die droeg dus de initialen van die Tadek Marek, TM. Leuk detail, leuk weetje. Wat ook een heel leuk weetje is, ik kende natuurlijk de auto niet, hè. Ik heb hem even in de catalogus heb ik hem opgezocht. Dit is de auto van het Belgische Koninklijk Huis. Dit is onder andere waar Fabiola in getrouwd is, zover als ik weet. En wat dan een leuk detail is, dit is een Kelk. Ik meen Series 2 te hebben onthouden. Maar dit is een open variant, je kunt er dus open mee rijden. Maar uit veiligheid kun je hem ook afsluiten. En daar hebben ze een glazen koepel voor bedacht. En die glazen koepel is van de hand van de Chatelat, dus Chatelat. En dat grapje is later herhaald. Toen de prins Albert van Monaco ging trouwen, toen hadden ze een Lexus LS en heeft de Chatelat heeft dezelfde koepel eigenlijk ontworpen voor die vierdeurs limousine. Grappig, ik wist het niet. Ik vond de hartstikke leuke films toen op die Lexus. Toen zag ik het ook voor het eerst dat het Belgische carrosseriebedrijf dat had gemaakt. Maar blijkbaar hadden ze het dus al eerder gedaan. Ja, grappig. Vind ik tenminste grappig. Bentley Continental R, zo'n fraaie uitgestrekte ja, coupé limousine kun je wel zeggen. Is ook een cabriolet van, dit is dan de coupé versie. Is ook een cabriolet versie van, de Azure Green Label. Je hebt allemaal verschillende kleuren labels binnen Bentley. Groen staat dan voor sportiviteit. Is het een blauw label en je ziet alleen dit deel en de camera gaat uitzoomen, dan weet je al, oh, het is de cabriolet, het is de Azur, want blauw is open rijden. Prachtige Lagonda. Deze heb je trouwens met een 6,75 liter V8 motor. Dat blok is vorig jaar pas uit productie gegaan. In de tussentijd hebben ze die wel, zeg maar, geüpgrade de hele tijd. Maar ze hebben hem wel zo lang kunnen produceren. Meer dan 50 jaar. Ja, klassieke auto. Mooie Lagonda. Dus even spieken. Even kijken. 1937. Staat overigens Rapide Replicator. Rapide Lagonda. Later hebben we natuurlijk ook een Rapide gekregen. Die naam was dus al eerder gebruikt. Dit is ook een hele bijzondere auto. Dit is een Bentley, ik zou het even voorlezen. Bentley Turbo RT Mulliner Sportsaloon 1998. Alleen geleverd als een long wheelbase. Er bestaat maar één short wheelbase. Eentje. De rest is allemaal long wheelbase. Mulliner, dat is natuurlijk de hedendaagse naam nog steeds voor de luxere versies van Bentley. Dus als je speciale wens hebt, je wil bijvoorbeeld een bench voor je tackles achterin je bagageruimte hebben, sorry, bagageruimte, zeg maar beenruimte, dan kun je dat gewoon, bestellen. Ik moet even lachen, sorry, maar het valt mij iets op. Dit moet je even zien. Er zit achterin, gewoon, in die middenconsole zit een snelheidsmeter. Onderin, zien? Tussen die stoelen. Dus dan kun je, omdat het longwheelbase is, is het meestal gewoon zo'n chauffeursauto, kun je ondertussen, in plaats van dat je continu zo up over zijn schouder probeert te kijken, kijk je gewoon heel subtiel naar beneden toe en dan zeg je dan tik, 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 reis harder, je rijdt veel te langzaam. Dus dat is wel grappig. RT, uitgeklopte wielkasten, had iets meer motorvermogen. Dit is wel een beetje kitscherig, maar ja, het is wel passend bij het karakter van zo'n turbo. Hè? Geweldig, wat een detail. Kijk, hier zie je ook weer, deze heeft een rood label. Dus ze hebben in de loop der jaren altijd gespeeld met de logo's binnen Bentley. Deze heeft dan ook zo'n staande Flying B. En hier hebben ze ook altijd mee gespeeld met het aantal veren. Het moet altijd oneven zijn, dan is het asymmetrisch. Is het even, ja, dan weet je, het is nagemaakt, het is niet origineel. Ah, hier staat hij, de Vantage. Let even op die lichtunits. We hadden net die kloeke koplampen. Mijn schoonvader noemt ze altijd aquariums. Maar hier zie je het mooi weggewerkt. 3 van die pitten aan elke kant, maar mooi met dat glas ervoor. De auto had wel even een wassen of een poetsbeurt moeten hebben. Nou, ik weet nog wel een adres. Ernst Sloot in Zundert, die kan hier weer gewoon een meesterwerk van maken. Gewoon alleen maar even door zijn hand over die carrosserie te laten glijden. Ja, ik vind dit is toch wel... Aston Martin, dat noemden we toen gewoon de tractoren onder de sportwagens. Maar dit is toch wel echt zo'n fraai ontwerp, tijdloos design. Die buitenspiegels, ik weet niet of je die even in beeld kan brengen, Noël. Laten we even, ja, als je weet van welke auto dat ze afkomstig zijn, laat even een reactie hieronder, laat die even achter. Prachtig, hè? Ik zit ondertussen ook even te genieten, hè? Die ronde lichtunits, dit vind ik toch wel zo'n, ja, monsterlijk gaaf apparaat. Dubbele tankklep, hè? Voor natuurlijk vanwege die V8 motor. Hij heet Vantage. In de basis is het een Virage. Die Virage hebben ze later daar een sportievere versie van gemaakt en die noemden ze Vantage. En dat is deze versie. Dus je hebt een iets aangepaste carrosserie, iets uitgeklopte wielkasten en je hebt natuurlijk meer motorvermogen uit die V8 motor. Hier 1, 2, 3, 4 Lancia's. Zonde dat dat merk, hè, dat dat gewoon niks meer mee wordt gedaan. Ze zeggen nu wel, ze beloven dat het merk terugkeert. Het was natuurlijk altijd al leverbaar in Italië met zo'n kleine Y op Fiat 500 basis. Jammer dat dit merk zo verwaarloosd is. Want kijk eens wat een machtige historie dat hier staat van dat Lancia. Ik moet wel de namen even voorlezen, want ik haal ze altijd door elkaar. Dit is een, even kijken, dat is een, ik loop even naar jou toe. Aurelia, dacht ik. Ja, kijk, Aurelia. Ik durf het niet hardop te zeggen, want ik wist het niet zeker. Aurelia, dit is een Apia en dan een Sport Zagato. Wel, dit is dan de tweede series, want hij heeft een vlak dak. En dan heb je hier nog een Aurelia. Machtig, hè? Machtig. Porsche 911. Een auto die ik niet kende. Die staat hier. Ik heb het even gecheckt bij Bonhams. Ze zeggen dat er maar 4 van bestaan, deze auto. Ja, je herkent hem misschien niet in één oogopslag. Hij heeft wel van die typische achterlichten in de Engelse stijl. Doen mij een beetje denken aan een Rover P6. Klopt absoluut niet hoor. Maar doen ze mij aan denken omdat ze ook zo op die hoeken zitten met die puntvorm. Dit is op basis van een Jaguar XK uit, ik denk, jaren 50. Even kijken naar het ding. Jaguar 140 Coupé 1955. Ja, en denk niet dat dit een kunstwerk is, dat er een kunstenaar deze laklaag op heeft gemaakt. Nee, dit is gewoon de laklaag van de originele carrosserie, ontdaan van zijn lak. Prachtig, hè? Ja, wat ik zei, ik heb hem nog nooit eerder gezien. Mooi dit logo erop, blijkbaar was hij goudkleurig. Mooi dit logo op van Ghia, Carrosseria Ghia Torino. Dus Turijnse designhuis. Later is natuurlijk dit embleem op van die luxe versies van Ford verschenen. Mooi hè? Authentiek hè? Authentiek. Ja, dus als je nog een leuk project zoekt, ja, hier staat hij. Maar aan de andere kant, hoe mooi is hem ook om hem zo te laten. Hè? Hoe die gevonden is, hoe die zeg maar de tand destijds heeft overleefd in deze, ja, deze variant. Op de wielras staat wel mooi Jaguar. Er staat een Ferrari 365. Dat was toen nog uit de tijd dat die namen, ja, die waren gekoppeld aan het slagvolume per cilinder. Dus deze heeft 12 cilinders, dan moet je dat 365 maal 12 doen. Prachtige handbak. De opvolger van de legendarische Ferrari Daytona. En die naam Daytona, dat is niet de naam zoals Ferrari die eraan heeft gekoppeld. Maar Daytona is een soort van nickname door journalisten gegeven aan die unieke, mooie, uiterst fraaie Ferrari. Nadat hij meerdere maals Daytona had gewonnen. Klapkoplampen. Jaguar XK, dus in principe dezelfde basis als dat bijzondere exemplaar van Ghia. Mercedes SL, zo'n pagode. Dit is een 280, dat was de topmotorisering destijds. He, pagode die naam, ik heb het al meerdere malen uitgelegd. Als je die hardtop erop zet, die altijd standaard zit bij een Mercedes SL, dan krijg je die hardtop die dan in de vorm van zo'n pagode is. Aston Martin DB4. Daar staat nog een Porsche 911 Targa. Dit is ook leuk, een Fiatje 500. Nou, ik kom heel vaak in Knokke en rijdt altijd een mooie oude gentleman. Rijdt er in zijn Fiatjes hier door het dorp heen. Echt altijd fantastisch. En die zag ik ook daadwerkelijk kwijlen hier net voor dit autootje. Echt, wat een lieverd is het hè. Nuovo 500. En als je dan kijkt, je herkent er natuurlijk ook die nieuwe generatie Fiat 500 in. Maar als je dan die 500C hebt, die heeft dan ook zo'n vouwdak. Met dat je de dakboven, die blijven staan, maar alleen het middendeel gaat dan achter. In principe bij het nieuwe model schuift hij dan tot zeg maar boven de achteruit. En daarna moet je op een extra knop drukken, of een extra keer op de knop drukken. En dan gaat hij helemaal open, zoals je dat hier ook hebt. Alleen dit is natuurlijk een handmatig systeem. Hier zie je die scharnierpunten lopen. Mooi vastgemaakt, anders begint hij te klapperen. En wat ook grappig is, scharnierpunten van de deuren, die bevinden zich niet aan de voorzijde, nee aan de achterzijde. Dus je opent hem naar achteren toe, zwaaiend. Ja, hier staat een ACE, stond er 2 jaar geleden. Stond er ook een ACE, is niet identiek hoor. Even kijken, Maserati Ghibli, Maserati Mistral. Oh, die Ferrari Dino, ook uiterst fraai. Oh, Azzurro Dino gespoten. Kleurblauw. Volgens Bonhams heeft hij meerdere kleuren gehad. Is hij zelfs in een vorig leven is die rood geweest. Maar hij heeft weer zijn originele kleur heeft hij terug. Deze fantastisch mooie helder blauwe tint. Hij is door Ferrari Klassisch is die gecertificeerd. Dus dan weet je van de auto zoveel mogelijk origineel. Alles wordt dan in kaart gebracht met waar de onderdelen vandaan komen. Of ze origineel zijn. Of het nog in ieder geval of het origineel is. Dat is het belangrijkste. Dit is een 246 GT. Betekent 2,4 cilinder 6-cilinder motor die er centraal in het chassis ligt. Een topstuk van deze veiling, die staan op het podium, staat links nog een Ferrari, een F40. Die auto is gebouwd in 1989. In 1992 verliep het leasecontract, zo staat in de catalogus. En die auto is vervolgens in 1992 is die weggezet. En wat dan, ja gewoon, ja, ik vind dat doodzonde. Hè? Met zo'n auto moet je rijden, want je moet hem gewoon lekker bijhouden. Maar het is gewoon doodzonde dat die auto dus stil heeft gestaan al die jaren. En ja, nu komt hij dan voor het eerst weer naar buiten toe. Hoe hoog is dan de kilometerstand? Slechts 1800 kilometer. Ik wil toch wel even, nu die voorklep open staat, kijken of we even een shot kunnen vinden van de voorzijde, hoe dat er nu uitziet. Ik heb wel het gevoel dat alles... Kijk, hij moet gewoon als nieuw staan. Die auto is, in een schuur is hij terechtgekomen, vervolgens niks meer mee gedaan. Heeft hij al die tijd daar gestaan. Je kunt daar een kofferset overigens voor bestellen. Voorin, pyjama ligt erbij. Ja, hij moet gewoon als nieuw zijn. Dus dat betekent ook dat die banden nog gewoon eerste levering zijn. Dit is zo'n auto die moet je misschien wel gewoon weer opnieuw wegzetten in plaats van dat je ermee gaat rijden. Want wat voor problemen gaat het geven als je ermee gaat rijden? Hè? Je moet hem goed laten onderhouden eerst. Want alles is natuurlijk wel gedateerd. Hè? 1992 voor het laatste keer het daglicht gezien. Blijft een iconisch model, hè? Absoluut. Ik ben benieuwd wat die gaat opleveren nu. Ja, en dan aan de andere kant nog zo'n bijzondere auto. Ja, en dan te weten dat deze auto, die is oorspronkelijk geleverd, heb ik van Bonhams in Duitsland, heeft ooit eens enkele jaren in Nederland vertoefd. Dit is de Bugatti EB110 Supersport. Ja, voor zeg maar de Benelux was er één dealer. Dat was in de jaren 90, was Alain van Driessen in Drongen, nabij Gent. En die mocht ze leveren. Dat heb ik ooit dus met de testrijder mee mogen rijden, dankzij Alain. En dat was een auto in deze specificatie. Maar dit is gewoon een klantverkochte auto geweest. Dan staat hij hier in die bijzondere livery van de Supersport. Met zijn opgepepte V12 motor, 3,5 liter slagvolume heeft hij. En er komt dan iets meer dan 600 paardenkracht uit. Standaard, als je de GT-versie hebt, dan levert de motorblok 550 pk. Hoe herken je nou in één oogopslag het verschil tussen een GT en een Supersport? Dat is dit element. Hier zit normaal een zwart paneel. Hier heb je dus 5 inlaatgaten. Het wieldesign is ook eigenlijk specifiek voor deze auto. Maar als je er zeg maar met een magneetstrip overheen gaat, dan zul je zien dat hij wat aluminium bodypanelen heeft. Hij heeft bovendien een achterspoiler die vastzit en niet automatisch naar boven komt. Je kunt hem wel handmatig verstellen, maar het is niet zo dat hij een elektrisch bedienbare achterspoiler heeft. Prachtig, hè? Ja. Ja, ze beweren dat dit het klapstuk wordt van de veiling. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat die absoluut verkocht gaat worden. Ik weet alleen niet voor welke prijs. Er zijn er van die EB110 in het algemeen, maar ongeveer 139 vervaardigd. En dan rond de 30 stuks, ze spreken elkaar een beetje tegen, zijn er dan van die Supersport editie gemaakt. Ja, en als je dan heel toevallig, wat is het, 8 miljoen euro had liggen, en je koopt een Bugatti 110, zo'n limited edition, zo'n feel-off, waar er maar 10 van worden gemaakt. Ja, dat is een ode aan die EB110. Dus dan zou je eigenlijk dit exemplaar er juist naast willen hebben. Maar ja, dat is hoe ik verzamel. Ik wil gewoon altijd de hele set compleet hebben. Ja, nou, één geluk heb ik. Ik heb niet de 110 voor de EB110 Supersport. Ik heb gewoon alleen het schaalmodel en de brochure. Ja, en daar laat ik het dan bij. Ik kan niet de hele set in dit geval bij elkaar krijgen. Want wat is de verwachte opbrengst van deze auto? Ja, het zou ergens rond de 2 miljoen euro liggen. En dan te weten dat we sinds kort weer in Nederland ook weer een EB110 Supersport rijker zijn. Fantastisch, hè? Ja. Korte rondleiding, even de Zoute Sale 2021 van Bonhams. Ik ga nu afwachten wat alles opbrengt. Ik ben wel heel benieuwd. Er zijn een paar auto's waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben.